Kun je met de Model 3 überhaupt op vakantie? Want in Nederland hebben we natuurlijk volop laadpalen, maar hoe zit dat eigenlijk in het buitenland? Nou, die vraag krijg ik dus ook afgelopen winter al heel vaak. Want ja, zo'n auto heeft natuurlijk maar een actieradius van 300 en een beetje kilometer. Dus kun je überhaupt wel zorgeloos richting Milaan of richting Lyon rijden? Jazeker kan dat, want heel Europa staat eigenlijk vol met superchargers van Tesla. Maar naast Tesla zijn er nog volop andere laadpaalaanbieders waar je gewoon ja, eventjes een half uurtje best wel weer je accu vol kan laden. Nou, de app of de navigatie van Tesla is super makkelijk. Want als je hierin kijkt, dan zie je dus gewoon op de kaart eigenlijk alle superchargers staan. Je ziet ook precies per supercharger hoeveel auto's er nog, hoeveel plekken er zijn. Dus bijvoorbeeld deze hier in Bunnik, daar zijn 3 van de 16 beschikbaar. Dus momenteel zijn er daar dus 13 auto's aan het laden. Ja, het kan soms zijn dat de laadpaal vol zit, hè? Dat er gewoon mensen staan. En dan moet je even wachten, dat klopt. Met name hier in Zevenaar, daar staan er maar 6. Maar een stukje verderop bij Van der Valk staan er meerdere. Maar goed, stel je wilt nu op vakantie, hè? En als we iets uitzoomen, dan zie je nu alleen al de superchargers in Europa. Er zijn ook nog destination chargers. Dat zijn laders die bij evenementenhallen staan of bij hotels. En daar kun je dan met een 3-fase lader, nou, zo'n beetje 77 km per uur laden. Stel nu, we willen nu naar Lyon, hè, als voorbeeldje. Dus we zeggen hier, we gaan naar Lyon. Vervolgens wat de navigatie dus doet, is dat hij gaat berekenen hoe moet jouw route dan gaan. En nu is de accu niet 100% opgeladen. Maar goed, we kunnen dus. Nu moeten we eerst naar Wavre. Ik spreek het allemaal verkeerd uit waarschijnlijk. Maar het eerste stukje kunnen we gewoon, hè, volgens de navigatie richting naar Antwerpen, zelfs naar Brussel. En dan daarna moeten we gaan laden. Vanuit daar hebben we dus 55 minuten geladen. Zit de accu weer vol genoeg. En kunnen we door richting Metz. Dus dan gaan we dit hele stuk rijden, Luxemburg naar Metz. Gaan we daar weer laden. Vervolgens naar Val de Muze. En dan hier, we komen langs Dijon en vervolgens hier bij Boon. Super lekkere wijnstad trouwens, kun je heel veel wijn drinken. Misschien wel leuk om daar een iets langere stop te maken. En vervolgens komen ze in Lyon aan. En als je in Lyon aankomt, heeft je accu nog 17%. Nou ja, dan is het dus wel handig om daar iets van een camping of een hotel te vinden waar je kan gaan laden. Maar zo zie je dat deze route, volgens de navigatie duurt die 10 uur en 18 minuten. En ja, je moet een klein beetje stoppen. Tuurlijk, het is net als met als je met een benzineauto zou rijden, zou je ook een paar stops maken. Maar het is met een elektrische auto zo dat je eenmaal ietsjes langer moet stoppen. En daar moet je eigenlijk gewoon je reis op instellen. Dus je moet er gewoon mentaal op voorbereiden van, nou, het is niet een snelheidstocht om er te komen. Het is meer ook gewoon de reis. It's all about the journey is zo'n mooie quote. Dus je rijdt gewoon wat rustiger en dat je kan ook niet anders, is je accu te snel leeg. Maar zo zie je dat het best leuk is om gewoon, ja, je kan prima naar een stukje in nou, laten we het iets moeilijker maken, hè, dat we naar Rome toe gaan. Gaan we naar Italië toe, ook leuk, dus Rome. En vervolgens gaat hij berekenen. Oh, wat is dit? Dit is de verkeerde Rome. Welke Rome is dit? Ergens een Rome in een verkeerde. Wacht, we doen het opnieuw. Rome. Deze, Italië. Kennelijk is er een Brabants dorpje dat Rome heet. Verwarrend. Goed, en hier zien we dus eigenlijk de route, de nieuwe route die we dan moeten rijden. Nou, om te beginnen geeft hij nu aan om bij die eerste supercharger te komen, moet ik niet te hard gaan rijden. Maar goed, als ik zo'n reis zou maken naar Rome, dan zou je je auto natuurlijk vol opladen. Dus die eerste, nou, we negeren die melding. En zo gaan we eigenlijk dat hele stuk rijden. Hier zo eerst richting België, Duitsland in, bij Staatsburg laden. Dwars door Zwitserland heb je een vignet voor nodig, kost 40 euro. Vervolgens gaan we naar Milaan, daar komen we langs, Bologna, Florence. En vervolgens doen we eigenlijk het hele stukje richting Rome. Deze hele rit, inclusief dus al die superchargers ritten, duurt dus zo'n 19 uur. Ja, het is best een stukje. Maar goed, Rome, 1600 kilometer, dat rij je niet op een dag. 100 kilometer per uur, 16 kilometer, nou ja. En zo zie je dus dat hij die hele route, die route gewoon voor je uitstippelt. Dus is het mogelijk om met een Tesla Model 3 gewoon überhaupt op zomervakantie te gaan? Jazeker, geen enkel probleem. Je moet er alleen wel je moet jezelf op instellen dat het gewoon ietsjes, je moet iets creatiever worden. Maar goed, wel een kleine opmerking hierbij. Dat is met name Frankrijk. In Frankrijk zie je, wij waren vorig jaar in de buurt van Lyon geweest. Hier hebben we Lyon. In Lyon schijnt meestal de zon. En hier heb je dan die snelweg. En wij zaten daar een stukje, wij zaten een beetje hier zo, Macon. We zaten ergens in dit gebied.
heel veel heuvels. Je bereik is dan automatisch wat hoger. En waar je nu mee moet opletten, is dus dat je Saint-Étienne, hier zaten we volgens mij Valence, Avignon, hier een beetje in de Ardèche. Nu zit hier in Montpellier wel een oplader, maar hier vervolgens in dit hele bergachtige gebied, zeg maar, en dit is best nog een stukje, hier zit eigenlijk pas weer de volgende supercharger. Dus als je naar Frankrijk toe gaat, dan zijn er zeker langs de hoofdwegen zitten wel oplaadpunten. Alleen in de berggebieden, of gewoon het platteland, daar is haast weinig te vinden. Dus daar moet je echt vertrouwen op of een paal bij de camping, waar je gewoon aan het stopcontact kan laden. Of gewoon aan dat je ergens in zo'n lokaal dorpje zo'n Franse super, zo'n paaltje vindt, dat je daar even je auto aan oplaadt. Dus dat is wel een... De snelwegen gaan allemaal goed, maar vervolgens daar in het binnenland, kijk, je ziet hier best wel in Frankrijk nog gaten. Ja, dat is het wel spannend als je geen stekker kunt vinden. Maar je kan deze auto gewoon met een stekker gewoon stopcontact opladen. Duurt het alleen wel wat langer, maar het is niet onmogelijk. Dus ik hoop dat je deze video handig vond als het gaat om superchargers op vakantie. Ja, je kan het zeker doen. En als je richting Zweden wil of zo, hè, of hier zo dit bovenste gebied. Nou, dat is bizar. Daar kun je gewoon echt vrijwel gratis. Je moet natuurlijk wel betalen voor je superchargers. Maar Noorwegen, ja, je struikelt er bijna over die palen. En je kunt hier bij Zweden kun je heel mooi dat rondje rijden zo. Dus dat is echt wel, ook al hebben ze een hoop fjorden natuurlijk en boten die je al moet nemen. Maar dit is echt allemaal, zelfs hier zo Trumzo, ook heel leuk. Kun je het Noorderlicht zien als je geluk hebt. Dan kun je echt het hele stuk zo'n takkeind hoor. Maar dat kun je gewoon rijden met een Tesla. Dus ja, het is gewoon goed te doen. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Ga vooral op vakantie met je Model 3. Mocht je er nou nog één willen kopen, klik dan op het linkje hier in de beschrijving. Krijg je 1500 gratis supercharge kilometers. En anders tot in een volgende video.